1980, my mom weet it not good. My daddy was away. I told my mommy, don't come in the shed. If you sweet go playing, then bring I want lekkers mee. En hoe oud was jij in 1960? 1968. 1968, hè? Ja, wat is het eigenlijk, 68, hè? 1960. Maar ja, dit is de schuld van Hans Kopier. Die had al flappie van Joep van Tekken gedraaid. Dan moeten wij maar een alternatief gaan zoeken, hè? Ja. En dat was Stone Good. Volgens mij komen ze zeggen, als ik het zo hoor, uit Drenthe of zoiets. Ja, dat is Engelands voor keigoed. Stone Good. Ja, mooi, hè? Flappy. En dat is de hoogste tijd. Het is echt de allerhoogste tijd voor... Echt een hallo-hoogste. Dit is Nakpraat. Ja, ja. Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. Altijd maar weer. De ratpol van deze week. Maar trappen we niet in, hè? Nee, ik nou niet meer. Nou niet meer. Nou. Hey, de pol. Iedere week hebben we een vrije ratpol die je ook kunt vinden op www.derat.nl. Dit programma is ook mede mogelijk gemaakt door die vrije site natuurlijk. Ja, inderdaad. Zoals je weet. Ja, als jullie hem even lekker vol lullen, dan ga ik eens even kijken wat nou de actuele tussenstand is. Ja, want de vraag is die wij deze week stelden. Wat geef jij dit jaar met kerst aan je medesupporter? Ja, want het is weer kerst, hè? Ja. Dan gaan we weer, ho, ho, ho. Cadeautjes geven. Dan gaan we weer allemaal heel plechtig het jaar terug beschouwen waar we allemaal uitgevreten hebben. Ja, ik heb geen stand, maar dat maakt niet uit. En, maar ondertussen... De reden van deze is... afgelopen half jaar zijn we natuurlijk niet echt verwend. Hè? Vinden we. We staan op de 17e. Niet vind ik zonder. Kijk, daar zit de catch. Nou, want als je echt goed terugkijkt, dan denk je van... er zitten toch best wel leuke cadeautjes weer bij de afgelopen seizoen zelf. Dus daar hebben wij dus eventjes een samenvattingjes van gegeven. We kunnen gewoon de opties van boven naar beneden doornemen. Ja, nou, ja precies. En ik zeg er even de stand bij. Laten we eens bovenaan beginnen. Mag jij het... of wat hebben we bovenaan staan, Marcel? De eerste optie was... De Prat 124. Ja, want die, dat is het mooiste kerstgeschenk wat je kunt bedenken. Ja. Die is dan weer morgenavond of zaterdagavond verkrijgbaar. De papieren rat 124ste editie. Ik ruik er even aan. We hebben hier vers. Als we hebben nog vers van de naald. Als je op de foto kijkt op Twitter, dan zie je daar een volproefje van de voorkant. Want hij komt vers van de drukker af. Ik kom er net vandaan. En, hij is nog nat. Hij is nog nat. Ja, hij is nog nat. Maar hij wordt weer verkocht vanaf half zes? Vanaf vijf uur of vijf uur. Want die wedstrijd begint en dan kunt u ze allemaal weer vinden op de hoeken van het stadion. Ja, je herkent ons allemaal de lelijke kop. Met het gele bijbeltje. Gele bijbeltje staan we te wapperen. En je moet er zorgen dat je op tijd bij het stadion bent. Want de laatste, ik weet niet meer, dit is de laatste keer dat we niet uitverkocht waren. Kan ik me niet meer herinneren namelijk. Dat we een half uur voor de wedstrijd de mensen al moeten teleurstellen dat we niks meer hebben. Dus zorg dat je er op tijd bent, want we willen niemand teleurstellen. Deze keer ook met stickers, of niet? We gaan nog eens even kijken wat voor presentje erbij hebben. Want, kerstcadeautje. De stickerlichting komt er weer aan, maar nog niet per se aankomende dinsdag. Maar, of aankomende zaterdag, sorry. Maar zonder stickertjes zijn het ook gewoon, is het gewoon een prachtig. Nou, daarom, je hoeft het niet voor de stickers alleen te doen. Zijn we heel trots trots op de inhoud. Echt trots op de inhoud. Het zijn echt weer hele mooie verhalen in. Echt onthullingen over hoe dat stadion gate er nou precies uitziet. En de meningen over City, meningen over uitwedstrijden. De kunst van het domineren. Noem maar op, er staan weer hele leuke rubrieken op. Een hele leuke one weer en een leuke... Lekker haastig is poetsen, zelden goed. En we gaan terugblikken op ratje 24. Dat is ook een hele bijzondere editie geweest. Daar hebben we ook eens even op terug. De mooie weerspiegeling van die tijd, gespiegeld op nu. Ja joh, ik kan erover doorgaan. Ik kan er ik merk het. Een week lang. Ja, maar we waren in de pool. Ik heb al die stukken al voorbij zien komen. Ik heb ze smullen. Ik miste bijna de eigen deadline bij de drukcontact. Dat je zelf zat te lezen. Oh, je moet hem doorzenden. Oh shit. Maar wat hebben we nog meer op de pool staan? De andere optie is de tekstpagina van de 02 in Rotterdam. Ja. Als kerstcadeautje. Ja. Precies. Ja. Want dat is dus een van die historische hoogtepunten. Ja, je dacht dat het nooit zou gebeuren. Ja, buiten dan die play-offs die 0-4 die jaar halen. Maar die geldt dus nergens. Nee, die staat er weer nergens in. Die staat ook helemaal nergens in. Dat slaat nergens op eigenlijk. Want het is wel ook wel mooi. Die 0-2 dus wel. En dat is iets waar we naar uit hebben gekeken. En, de derde optie is de gele shooters om de tuin mee te versieren. Ja, dat was ook weer een leuk geintje. Ik zag vandaag een foto van de gele shooters die we in Tilburg in de bomen bij het Willem II stadion hebben geschoten. Ze hangen er nog steeds.
in. Ja, ook met Tilburg te maken. Een heus cursusboek met houten kop en fakkel. Ja, dat is toch ook wel een enerverend. Daar heeft tenslotte 9% opgestemd tot nu toe. Ja. Of 0, zeg ik 9? 0%. Nou, jij hebt de actuele stand, hè? Ja, ik zit naar de actuele stand. Daar staat er echt vers op. Die hebben wij niet echt hier. Daar staat er heel vers op. Nee, daar hebben nog niet zoveel mensen op kunnen stemmen. Een andere optie is zo'n schutsneeuwbol. Ja. Daar ken je wel. Zo'n ding. Komt er met een beeldje van... Simon Mulder. Simon Mulder. Ja, je moet Simon Mulder wel goed onder water houden. Hè? Dan werkt hij het beste. De groetjes en haar weer aan. Dat is niet. Het beste van ons allemaal. En een optie is een biertje of twee. Of twee. En die volgens mij met afstand weer... die staat 56%. Oh, 56. Ruim aan kop. Er zijn toch heel veel mensen die ook een rat 124 gaan halen. En ook wel heel erg dol zijn op die 0-2. Die 0-2. Rotterdam. Toch gezellig. Die sneeuwbol niet. Nee. De sneeuwbol, die gaat op 12%. Het gaat allemaal redelijk nek aan nek daar. Dus, die vind ik altijd zo leuk, man, die sneeuwbollen. Ik heb daar straks nog met onze drukker gesproken. Die heeft ook allemaal dat soort gadgetjes. Wie? Onze drukker, die heeft ook een die maakt mokken en t-shirts en zo. Oh, dus de mokkenman. Van de sponsors bij ons op de site. Ik ga eens kijken of dat hij ook zo'n sneeuwbol voor ons kan maken. Een rat sneeuwbol? Ja. Met allemaal ratten erin of zo. Of iets van schaaltjes of iets. Op het hoofd van Simon Mulder. Ja. En Simon Mulder ook erbij. Wie? Die. Ja, ze zijn een held in de scheidsrechterswereld. Mannen, is dit waar, Paul? Ja, we gaan een beetje voor school. Ja, we gaan, het is een bruggetje naar de wedstrijd van aankomende zaterdag. Want daar zingen we altijd net voor kerst altijd hele leuke kerstliedjes. In Excelsis Deo. Oh, je begint al. Ja, deze. Dat is deze. Aha. Ja. En er moet natuurlijk gitaar in zitten, want anders draaien we niks. Nee, altijd gitaartje erin. Bij deze. Enjoy. Hij doet al 8 minuten, luisteren, dat doen we niet, hè? Dit is repeteren voor aankomende zaterdag. Oh, daar gaan we straks allemaal doen. Doe allemaal mee, hè? Tribune. Goed ritme dit. Hoppakee. Oh. Now rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember that our Savior was born this winter stay, to save us all from Satan's power when we were going astray. The tidings of comfort and joy, comfort and joy.